Hoi, ik ben Lilian de Geus, Olympisch windsurfster van Team NL en ik ga vandaag een workout met jullie doen. De workout is vooral gericht op core. Dat doen we vaak naast het windsurfen. Het is een soort lichaamsonderhoudtraining. Ik heb hier wat spulletjes liggen. Als je niet alle spullen hebt, dan kan je altijd wel de oefening doen, maar dan een andere variatie ervan maken. De eerste oefening is de plank pull rope. Let er goed op dat je niet in je rug gaat hangen. Dan kan je last krijgen van je rug. En ik heb hem nu ergens al vastgemaakt, maar hij kan heel makkelijk aan een tafelpoot kan je maar vastmaken. Dus dat hoeft niet per se aan een roeiapparaat wat ik nu heb gedaan. De tweede oefening is de jumping squats met aquabag. Als je geen aquabag hebt, dan kan je ook een fles water pakken of een bal. Dat maakt niet zoveel uit. Het is een explosieve oefening voor je core, maar ook voor je benen. De derde oefening is de bridge hold met bal. Je gebruikt de bal om nog iets meer je buikspieren aan te spannen. En het bandje om je knieën activeer je nog iets meer je bilspieren. Daardoor is het een goede core oefening. De vierde oefening is de boze bal reach. Deze oefening is een combinatie van balans en ook weer core. En de laatste oefening is de Spider-Man push-up. Je doet om de beurt doe je één been omhoog in combinatie met een push-up. Daarmee train je je borstspieren, maar ook weer daag je je core uit om de hele tijd in die positie te staan. Kijk maar of het lukt. Succes! Zo, dat was de workout. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie nog vragen hebben, stel het hieronder in de comments. Succes ermee en keep it safe. Doeg!